Hey, goeiedag en welkom bij een nieuwe ranking. Vandaag staat op het programma Mission Impossible. Ja, Mission Impossible wordt momenteel bezien als een van de beste actiefranchises momenteel. Maar ik moet toch toegeven, ze kunnen nog niet aan de hielen komen van James Bond. Dat gezegd zijnde is Mission Impossible zeker niet slecht. En van tijd tot tijd kijk ik dat ook wel eens graag, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat de mensen dit zoveel beter vinden dan James Bond, maar dat nu terzijde. Het is namelijk gewoon zo, ik zie momenteel dat die laatste Mission Impossible films op Rotten Tomatoes bijvoorbeeld percentage krijgen in de 90%. En ze breken dan oude Bond films af waarvan ik denk van die zijn veel beter. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Eén ding doet Mission Impossible zeer goed, of moeten we zeggen haar hoofdrolspeler Tom Cruise, want hij speelt als Ethan Hunt zeer lang en zeer goed en hij doet al zijn stunts zelf. Daar staat de franchise intussen voor bekend en al mogen de filmen soms, want dat hebben die filmen wel vaak vind ik, te langdradig en te saai worden en dan kabbelen ze wat af, dan doet hij weer een stunt en het is weer in orde, hè? Want die stunts zijn echt wel goed. Maar dat is het probleem. James Bond weet iedereen continu te boeien. Op een paar filmen na toch. En bij Mission Impossible gaat het echt zo van... Ja, het is interessant. Oh, waar gaan we weer heen? Ja, een stunt. Ja, wat gebeurt er nu weer? En ja, daar heb je de climax al. Dus... Maar dat gezegd zijnde, hier komen ze dan aan. Ik ga eens niet raar doen voor de verandering. En mijn nummer 6 is... Wat iedereen de minste vindt, Mission Impossible 2. Deze film staat bekend als de minst geliefde uit de serie, maar waarom juist? Wel, één ding kan ik zeggen, deze film voelt het minst aan als een Mission Impossible film. In de film moet Ethan Hunt voorkomen dat Simon Ambrose een gevaarlijk virus op Sydney loslaat. En tijdens deze missie komen de twee ook in een driehoeksverhouding terecht, aangezien ze beide voor de charmes van een dame vallen. Na vorige film wordt het mysterie en het verhaal naar een minimum herleid en wordt veel meer de focus gelegd op eindeloze actiescènes. Die zijn belangen niet slecht, maar kunnen soms te lang duren om echt interessant genoeg te blijven. Wat mij vooral aan deze film stoorde, is dat elke plotwending en elke relevatie in deze film opgelost moest worden met die overdreven Scooby-Doo-maskers. Het helpt ook niet dat Ambrose een van de flauwste vijanden is uit de franchise. Mission Impossible 2 is entertainment, maar het is geen hoogstaande film. En de Mission Impossible serie zou normaal net meer moeten zijn dan dit. Mission Impossible 3 komt op de 5e plaats. De actie zit wederom goed, maar ik kan niet meteen mijn vinger erop leggen, maar ik vind deze toch minder geslaagd dan de oorspronkelijke film. En volgens mij is het gewoon een generic action movie. De locaties waarin Hunt voorkomt zitten goed, de actie zelf ook wel. Maar ja, Mission Impossible zou net wat hoger moeten mikken. En die laatste film doen dat iets beter. Hoewel er meer storende elementen in Mission Impossible 2 zitten, blijft Mission Impossible 3 dus hangen tussen degelijk en goed. Zit daar zo wat tussen. In deze film moet Ethan Hunt zijn eigen vrouw redden van de schurk Owen Davian. En deze maakt het allemaal zeer persoonlijk. Maar dat komt niet helemaal uit de verf. Zoals ik al zeg, ik kan niet zeggen waarom, maar voor de een of andere reden kan ik deze film niet geweldig noemen. Maar zeker degelijk genoeg. Op de 4e plaats hebben we de recentste. Mission Impossible Fallout. Deze film vervolgt rechtstreeks op de vorige film Rogue Nation en maakt ook verschillende verwijzingen naar eerdere verhalen en is in dat opzicht wel een zeer interessante film. Ze proberen echt wel hoog te mikken in deze film. Jammer genoeg heeft Fallout verschillende problemen. De Mission Impossible franchise staat ervoor bekend om zeer ingewikkelde verhalen te vertellen.
maar Fallout spant misschien wel de kroon. Het verhaal meandert van de ene ingewikkelde plotwending naar de andere, terwijl tientallen personages hun plaats in de schijnwerpers proberen te verdienen. Wat Fallout recht houdt is zoals altijd Tom Cruise en zijn spectaculaire stuntwerk. De climax op de preekstolen in Noorwegen, waar ik een aantal jaar geleden ben geweest, na een spannende helikopterachtervolging maakt dat ook deze film op een zeer hoge noot eindigt. Jammer genoeg moet je daar wel 2,5 uur continu gefocust voor blijven. En dan kan je nog wel eens afdwalen. Ik zeg dat niet enkel voor mezelf, maar ik zat in de bioscoop en ik zag verschillende mensen en weglopen en terug en in, omdat het veel te ingewikkeld was, zoals we dat dan zeggen. Maar ja. Nu komen we bij de drie beste. Op nummer 3 hebben we Mission Impossible Rogue Nation. Hoewel het volgens mij niet dezelfde hoogte bereikt als Ghost Protocol, die er net voor kwam. Letterlijk dan, want de stunt van de Burj Khalifa komt in die andere film voor. Is het inderdaad wel een waardige opvolger die verder gaat in het pad van de goede films. Rogue Nation begint zelfs zo sterk, met onder andere de vliegtuigstunt en Ethan Hunt's gevecht in de opera te Wenen, dat de film daarna wat vaart mindert. Rogue Nation draait helemaal rond het feit dat er een zeer ingewikkeld plot ontstaat om de terrorist Solomon Lane te vangen. Ja, waarom ook niet ingewikkeld, hè? Dat is altijd zo in deze serie. Daarom moet Hunt zelf undercover gaan als rogue agent die niet meer voor het bureau werkt, dat schijnbaar opgedoekt is door de CIA. Lane lijkt hen altijd één stap voor te zijn, tot op het einde blijkt dat Hunt hem dan toch kon inhalen en gevangen kan nemen. Rogue Nation heeft een zoete climax, maar komt in geen geval even hoog als Ghost Protocol, hoewel men wel de poging heeft gedaan. Nu komen we bij mijn twee favorieten die ik het liefste herbekijk, zoals ze dat dan zeggen, en dat zijn Mission Impossible 1 en Ghost Protocol. Maar wie komt nu op 2 en wie komt op 1? Tromgroffel. Op nummer 2 hebben we de originele Mission Impossible uit 1996. De originele film zet de standaard voor de franchise. Een ingewikkeld plot ontrafelt wanneer Ethan Hunt aangezien wordt voor een mol binnen de CIA te zijn. Eigenlijk blijkt zijn voormalige teamleider Jim Phillips de dader te zijn die Hunt's team uitmoordt, maar dat moet Hunt nu zelf bewijzen. De film heeft bloedstollende actiescènes, waaronder de zeer beroemde scène in de kluis van de CIA te Langley, waar Hunt zijn eigen zweet moet tegenhouden. De climax is de beste van de hele serie bij mij, het gevecht op de TGV. Ik blijf dat geweldig vinden, ook al zijn die effecten weliswaar een beetje gedateerd. Voor fans van de originele televisiereeks is dit blijkbaar een zeer slechte film, omdat Phillips een schurk is en al de oude teamleden sterven in het begin van de film. Maar voor mensen zoals ik, die deze film echter zagen zonder wetenschap van een oude serie, was dit een zeer sterk begin van de franchise rondom Ethan Hunt. En het heeft lang geduurd, te lang eigenlijk, eer dat ze dezelfde hoogte van deze oorspronkelijke film konden behalen. Maar die hoogte hebben ze letterlijk bereikt in Mission Impossible Ghost Protocol. Ghost Protocol werd bij uitkomst meteen unaniem uitgeroepen tot de beste Mission Impossible film uit de serie. En eerlijk, men heeft gelijk. Mission Impossible 4, of Ghost Protocol dus, is een fantastische film die alle juiste noten raakt. De verhaallijn is gecompliceerd met intriges, de actiescènes zijn wonderbaarlijk en zelf verhaaltechnisch doen de personages het geweldig. In deze film had ik een eerste maal het gevoel dat er echt een team is dat bestaat uit meer dan enkel Tom Cruise als Ethan Hunt. Zo is Jeremy Renner een goede aanvulling in de hoofdcast, maar niet enkel hij, iedereen doet het goed in deze film. Maar de grote ster van de film is toch wel de regisseur Brad Bird, die wonderlijke scènes liet filmen rond, in en op de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld. En hij heeft ook nog mooie scènes in Moskou en India geschoten. Maar vooral die scène waarin Hunt op het hoogste gebouw van de wereld klimt,
is een kippenvel momentje dat je op het puntje van je stoel laat zitten. En dan heb ik het toch niet over het mooie eindgevecht in de parkeergarage of de achtervolging in de zandstorm. Ghost Protocol is de crème de la crème van Mission Impossible. Ziezo, dat was mijn ranking van de 6 Mission Impossible films. Ik zeg het, goed, ze zijn goed, meeste toch. Ja, eigenlijk, ze zijn alle 6 wel te kijken. Maar misschien de eerste 2 wel, maar al die anderen kan ik toch echt niet op eenzelfde hoogte zetten als de James Bond films. Maar die zijn ook met 26, ja, hangt er vanaf de officiële en de onofficiële metel, maar ik pak niet 26. En als ik die allemaal moet rangschikken, ik ben er nu al maanden aan bezig en ik ga ze echt ooit online zetten en doen. Maar voorlopig lukt het nog niet. Ik ben echt nog niet uit welke nu de beste zijn en welke nu de slechtste zijn. Allee, grotendeels wel, maar ik moet hier en daar nog wat switchen. Goed, tot een volgende keer.